Tienduizenden leraren in het basisonderwijs staken dinsdag. Basisschool Het Startblok in Elst bedacht een leuke actie om de tijd goed in te delen vandaag. En ondertussen ook nog hun collega's in de zorg te ondersteunen. Ze gingen vandaag samen met de ouderen van zorginstelling Tertio naar het winterwonderland van de Intratuin. Ondanks dat de vereniging van schoolleiders de directeur had geadviseerd om niet mee te doen aan de stakingen, vond hij het toch belangrijk om te gaan. Ja, ik vind, je bent één team. Ik ben de schoolleider en ik vind dan moet je ook achter je mensen gaan staan of beter gezegd nog voor je mensen gaan staan. En dat is de reden waarom ik het advies van de vereniging van schoolleiders even naast me neergelegd heb. Ik vind dat ik hier moet zijn vandaag. Nou, zoals je ongetwijfeld zult weten staakt PO in Nederland. Hè. Het gaat om dat we meer geld krijgen voor leerlingenzorg en ook de salarisverhoging waar leerkrachten echt ook aan toe zijn. En dat is de reden waarom wij staken. We hebben wel bij ons op school afgesproken dat we de stakingsdag op een nuttige manier gaan besteden. Dus niemand is op school, de school zit ook echt dicht. En toen hebben we nagedacht over wat zouden we vandaag kunnen doen. En een van de collega's kwam met het idee om naar het verzorgingstehuis hier in Elst te gaan. En om te kijken of dat we daar met vrijwilligerswerk een paar uurtjes de mensen daar konden ondersteunen. Omdat we ook vinden dat in de zorg heel veel extra hulp nodig is. We hebben niet zo goede ervaringen met de vorige demonstratie. Toen zijn we naar Den Haag geweest en dat was een beetje een chaos in onze ogen. Dus we hebben gezegd, we gaan het op deze manier doen. We zoeken een klein beetje ook de publiciteit. We hebben met ouders daarover gesproken en ook ouders staan er helemaal achter en steunen ons in alles. Dus dat is ook wel heel prettig om dat te vernemen. Er wordt constant gezegd dat er nauwelijks of geen geld beschikbaar is. Als je ziet wat er voor het komend schooljaar beschikbaar is, dan is dat ongeveer 7 euro per leerling. Nou, op een school van 200 leerlingen zoals die van ons, dan heb je het over een kleine 1500 euro. Nou, daar kunnen we echt geen extra handen van op school bekostigen. Dus dat is gewoon echt veel en veel en veel te weinig. Ja. Nou, het heeft veel meer te maken met het feit dat we vrijwilligerswerk willen doen vandaag. En dat we ons met name inzetten voor de ouderenzorg. Omdat we weten, ook door ervaring van collega's die met oudere ouders, die in een verzorgingstehuis zitten. Dan weten we dat daar constant behoefte is aan extra begeleiding. Dus vandaar het vrijwilligerswerk in die sector. Ja, de boodschap aan Den Haag is dat er echt nu aandacht moet komen voor de problematiek die we in het PO hebben. En als we dat nu nog niet duidelijk gemaakt hebben met twee stakingen, ja, we moeten gewoon doorgaan. Want als we nu stoppen, dan levert het helemaal niks op. Nou, ik denk dat dit straks overgaat in estafettestakingen. Dat zijn mensen van PO-actie van plan. En ook die actie zullen wij ook straks weer gaan steunen. Want ik vind dat we nu echt door moeten pakken. We moeten nu echt op onze strepen gaan staan en echt zorgen dat er meer geld bij komt in het onderwijs, omdat het echt broodnodig is.